Daar gaan we het volgende uur over hebben. Dat is op dit moment het best beluisterde Nederlandse podcast. Ja, op 1 in de hitlijst. Ik weet niet wat ik meemaak, joh. Had je dit verwacht? Nou, ik dacht wel, volgens mij is het best wel vet aan het worden. Ook met wat het verhaal allemaal meebrengt. Ja. Maar dat het dan meteen op de dag dat het uitkomt op 1 in de hitlijst... Nee, daar had ik echt niet over na durven denken. Bizar, joh. En voor deze maakte je natuurlijk een podcast bij je theaterstuk... Voor altijd duurt een jaar. Waarom is de podcast een goed medium voor jou? Het is een heel leuk, bewegelijk medium, vind ik. Dus het zit niet vast aan een uitzendschema... dus het kan zo lang duren als het verhaal nodig heeft... En het is heel persoonlijk. Ik vind de leukste podcast... heb je een soort podcasts. Ja, dat is een lekker breker, hè? Ja. En de podcast die ik heel graag luister... daar heb je een soort beste vriend in je oren. Die jou een geheim vertelt of een verhaal vertelt. En die eigenlijk... waar je mee mag meemaken wat diegene heeft meegemaakt. En het is een heel direct medium... maar tegelijkertijd is er heel veel plek voor fantasie. Omdat je geen beelden ziet. Dus je hebt net als met een boek lezen je eigen beeld. Want wat kun je bij een podcast kwijt wat je niet in het theater kan? Nou, iets documentairs. Kijk, in het theater, al zou je iets documentairs doen, wordt het weer theater. En hier kan ik gesprekken met echte mensen kwijt. Een echt verhaal uitzoeken. Maar het leuke in die podcast is weer dat ik daar wel iets theatraals mee kan doen. Ja. Dus ik kan daar wel een poëtische laag in leggen... die ik weer niet kwijt zou kunnen in het nieuwsreportage. Ja, want ik hoor jou ook als schrijver eigenlijk. Als ik naar jou zit te luisteren, dan hoor ik bepaalde zinsconstructies. Denk ik, jij bent een schrijver natuurlijk ook. Ja, dat vind ik vet. Ja, en dat vind ik er ook zo leuk aan. Ze zeggen vaak dat podcast is nog een beetje een niche-markt. Hoe zie jij dat? Is het een niche? Ja, is het wel, maar is het steeds minder, denk ik. En we zijn ook steeds beter nu equipped om het te luisteren. Dus we hebben allemaal mobieltjes waarop dat kan. Zo'n podcast is helemaal niet zoveel MB. We hebben allemaal de goede databundel ervoor. En ik denk dat als steeds meer dit soort podcasts... die verhalende podcasts, die true crime podcasts... waar je echt mee mag in zo'n onderzoek... ik denk dat heel erg aan kan slaan. Want dat is ook wat in Amerika zo groot is geworden. Ja, dat denk ik.